Zo, Tony Pienhoff achter de camera. Het is zover. We gaan vandaag weer een nieuwe kaartenvideo opnemen. Voor de promotie van de kanalen. Maar dit keer hebben we een hele aparte locatie gevonden. Kijk maar. We zijn gewoon midden in de Rimboe. Kijk, dit is de bovenkant. En zo zien die bomen er hier uit. We hebben net een stortbui gehad. En nu is het weer droog. En dat wat je hiervoor ziet, dat is het Vossenhol. Dat kan ik jullie ook wel laten zien, maar dan moet ik de camera heel even van het statief afhalen. Zo, daar gaan we dan. Kijk, hier is het Vossenhol. Kijk, en daar staat mijn statief. Ik weet niet of je het kan zien, daar is hij. Dit is echt een mooie locatie om een aparte video op te nemen. Kijk, dit is echt gaaf. En het mooie van alles is, dit is helemaal dicht. Maar als je daar buiten gaat, dan heb je één grote open vlakte. Kijk, daar kun je het al zien. Maar we gaan nu beginnen met onze promotie. Ik dacht dat dit kaartenvideo 39 was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, we gaan beginnen. Kijk, dit zijn de allernieuwste kanalen. Kijk, het staat er ook bij, 100% nieuw. Zo, we gaan beginnen. En normaal zagen de kaarten er zo uit. Maar nu zijn ze zo geworden. Een stuk beter. Wow. Kijk dan, er hangt een tas in de boom. We gaan gewoon verder. En dit zijn ook nog de nieuwste. En nou komt het, speciaal voor onze geocachers. Als jullie een mooie wildobservatiepost willen zien, waar je vogels wild kan spotten, dan moet je maar eens kijken naar die code. Als je een Garmin Oregon 600 hebt, moet je deze code intoetsen, daarboven. En dan kom je bij de wildobservatiepost De Sijsselt uit. En dat is bij Ede Wageningen. Zo, dat waren de nieuwe. En nu gaan wij ook nog, daar komt ie. Even de camera goed zetten. Voor de allerlaatste keer
onze oude kanaalnaamkaart te promoten. Dit keer voor de allerlaatste keer. Zo, daar was hij weer. Maar laten we toevallig dit bij ons hebben. Kijk, we hebben nog veel meer. Oh, wacht even, dat ik het goed kan laten zien zo. Ik denk, dan ga ik extra
deze video maken in de buurt van het Vossenhol. Die is hier beneden. Met de kans van hij komt eruit. Maar nee hoor, hij blijft mooi binnen zitten. Hij is dit keer eigenwijs. Wow, moet je kijken. De zon komt erdoor. Zo, dat waren ze, onze kanaalnaamkaarten. Dan ga ik toch even goed nakijken of dat ik geen fout heb gemaakt, want dat heb ik de vorige keer wel gedaan. Toen had ik nog ergens in mijn tas, had ik nog andere kanaalnaamkaarten. En zo te zien, ja, kijk eens, ik heb er nog veel meer. Dit is speciaal, want die komen ze dadelijk nog. En als je denkt van hij praat raar. Kijk, een mannetje uit België. Die komt zo ook nog aan de beurt. Die ga ik ook apart promoten. En je weet het, voor al onze geocachers, daar is hij weer. Noteer de code maar en toets hem in je apparaat, in je GPS of wat voor ontvanger je dan ook hebt. En als je deze code intoetst, dan wijst hij je naar een plek. En daarvan kan ik je nu al zeggen dat hij echt geweldig eruit ziet. Probeer het maar uit. Bij station Ede Wageningen eruit en dan die code intoetsen. En moet je maar eens kijken waar je uitkomt. Maar we gaan gewoon verder. Met onze promotie, want daar is hij dan. De nieuwste kaarten. Of waren dit nou de oude? Nee, dit waren ook al oude die ik wel eens vaker heb gepromoot. De nieuwste heb ik al gehad. Zo.
Dit vind ik zelf persoonlijk een geweldig kanaal. Ik kom er ook in voor. Zo, dat was hij dan weer. We kunnen eventjes wat van de omgeving laten zien. Zo. Overschakelen. Kijk, zo ziet het er hier uit. Wow, dit is echt gaaf. Kijk, ik kan jullie ook laten zien. Kijkjes. Als je hier uitloopt... Je moet voorzichtig lopen, want het is hier echt drassig van de regen. Even kijken, moet je hierheen? Kijk, dan kom je op een open veld terecht. Kijk, zo ziet dat er hier uit. Dat is wel even een verschil. En hier achter deze berg, daar loopt de Rijn. En daar varen boten, kijk maar. Gaaf. Wow, dat verschil van open vlakte en dan in één keer dit. En als je goed kijkt, dan zie je hier ook verhogingen. En daar loopt het ook weer naar beneden. Want zo'n 20 jaar geleden, schat ik ongeveer, was dit bos er nog helemaal niet. Was dit een gewone open vlakte met alleen maar weiland van de boer. Kijk, dit is het Vossenhol. Zie je dat? Hij is niet thuis. Hij is weg. De vos is op jacht, denk ik. Heb ik zo'n vermoeden van. Zo, en dan even een aparte promotie. Speciaal. Voor een aparte kijker. Kijk, Beauty by Cassandra. Zij wil graag de 50 abonnees bereiken. Maar dat heeft ze nog steeds niet gehaald. Dus even allemaal naar dit kanaal gaan. En even allemaal abonneren op haar kanaal. Zo.
dan ga ik de video weer beëindigen. En dit was hij dan. Onze allerlaatste kaartenvideo van 20 minuten lang. Die ik hier heb gemaakt. De oude kanalen die gaan nou officieel definitief eruit. En de allernieuwste die blijf ik alleen promoten. Dus mochten de kanalen zijn die ik nou heb laten zien. Die niet meer bestaan. Die ga ik definitief uithalen. Die komen er ook niet meer bij. Ik hoop dat je de video leuk vond. En schrijf wat onderaan de video. Tot de volgende keer. Doei. We zijn er nog steeds hoor.